Hey, goedemiddag of goedemorgen is het. Goedemorgen, ja. We zijn hier in het UMC in Utrecht. Het Volkertje zit niet helemaal goed in Ja, beeld. je zit vol in beeld, zit jij. Ja, we moeten een beetje zo. Een beetje vechten voor mijn En het is plekje. ook niet echt mijn goede kant, zie ik. Maar goed, maakt niet uit. Ik zit hier naast professor Volkert Asselbergs, hoogleraar cardiogenetica. En nou, hoe lang al werkzaam in Utrecht? In Utrecht sinds 2010. Opleiding gedaan in Groningen en sinds 2010 hier werkzaam. Wat komen er toch veel van onze generatie of uit Groningen? Onze generatie. Ja, jij bent jonger, ja, sorry. Toen. Ja, er gaat niets boven Groningen. Nou, oké, dat is wel grappig inderdaad. Nee, maar goed, in Utrecht nu werkzaam en ik wilde een vlog maken vandaag over de CardioMEMS. CardioMEMS is een nieuw device op het gebied van hartfalen. Eigenlijk om hartfalen in een vroegtijdig stadium de verergering daarvan te detecteren. Zeg ik even zo. Omdat ik dat zelf zo heb Het gaat goed, ervaren. Als ik ja. het, alles over dat mini-sensortje gaat Volkers vertellen. Ik zou het ook wel heel graag willen doen. In het kort even. Het is nog niet. Jij hebt de primeur eigenlijk, hè? Want jullie hebben in Utrecht hebben jullie eind december de eerste geplaatst. Ja, we hebben er twee nu geplaatst. Oké. En er zijn er ook staan een aantal nogal weer gepland. Maar voor mij zijn er ook andere centra in Nederland die ook bezig zijn met te starten. Ik weet niet of die al gedaan hebben, maar de eerste zijn nu geïmplanteerd. Wil je dat meteen laten zien? Want dat is natuurlijk wel het mooiste al, Ja. eigenlijk. Kijk, dit is Het is het. zo minuscuul. Dat is zo minuscuul. Wacht even, ik ga even zo staan. Ja, zo. Dit is hem. Eigenlijk in die zijn die vlindertjes, zeg maar, is het om het vast te maken in de longslagader. En in het midden wordt het, zeg maar, het signaal opgevangen, de minisensor. En daarna wordt het uitgemeten. Mensen gaan op een kussen liggen, thuis. En dan kunnen ze het dagelijks uitmeten. En het wordt dus inderdaad zeg maar, geïmplanteerd, zeg maar, in de longslagader. Dus dat is het vat van het hart richting de longen om de Ja, druk te meten. dat is dus aan de rechterkant, hè? Dus Aan de rechterkant van het ja. hart, ja. Aan de rechterkant van het hart. Sommige mensen die het ook weten wel met ernstig hartfalen, dat we doen nu nog met een katheter. Gaan we invasief via de lies of via de hals gaan we naar binnen en meten we de bloeddrukken in het hart. Maar dat is dus niet meer nodig, want nu kan je het, zeg maar, continu meten met dit device eigenlijk, met deze mini-sensor. Ja, want het eerste wat mij te binnen schoot toen ik de eerste onderzoeken las, ook vanuit Amerika, ik kon niet helemaal bepalen van wat is nu het voordeel. Je kan toch ook gewoon NT-proBNP prikken. En toen kwam ik erachter dat dit juist eigenlijk het stadium ervoor al, de longdrukmeting geeft eigenlijk al eerder aan of iemand een verergering van klachten. Ja, nou, ze hebben, het is een goed punt van je. Maar dit kan het continu meten. Het gaat levenslang gaat het mee. Hè. Het zit geen batterij bijvoorbeeld in. Draadloos. Dus het is draadloos. Dus dat is het voordeel. En de BNP's zijn natuurlijk ook, zeg maar, zijn natuurlijk ook gewoon momentopnames. Maar het is natuurlijk niet getest in opzicht van dat je een BNP continu meet in je hart. Dat weet je niet. Dus dat is eigenlijk een goede vraag. Maar goed, je kan je natuurlijk voorstellen, dit is natuurlijk veel minder invasief. Want anders moet je elk kind natuurlijk bloed prikken elke dag, continu. Om dat te bepalen. Maar wij denken ook wel, denk ik, dat dit wel wat eerder al, zeg maar, de verhoging van de drukken kan waarnemen dan BNP. BNP meet zit je toch al veel later stadium Ja, alweer. dan heb je al Ja. gewichttoename en Ja. decompensatie. Ja, kijk, als je gewicht toeneemt, dan ben je eigenlijk al vaak te laat. En dan moeten de patiënten natuurlijk vaak worden opgenomen voor een infuus, waardoor ze een plastabletten krijgen. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja. Want je wil eigenlijk voorkomen dat mensen natuurlijk gewoon, ja, uit de bocht vliegen, opgenomen moeten worden om vocht af te drijven via plastabletten. Via een infuus, maar dat je dus al vroegtijdig die drukverhoging kan meten, waardoor je nog met tabletjes, dat je kan zeggen tegen een patiënt: Goh, Even furosemide ja, meer neem of even een extra furosemide, kijken hoe het gaat. En wij kunnen dan meten met de drukken op afstand, kunnen we meekijken. En dan zeggen: Nou goed, die drukken zijn weer genormaliseerd, ga nu maar weer naar je normale dosering, zodat ze niet uit de bocht vliegen. Dat is natuurlijk het hele concept. En dat zie je dus ook, dat je ongeveer in de Amerikaanse studie, dat is natuurlijk één studie in de zorg in Amerika, is natuurlijk echt anders zeker. dan Nederland, Ja. is dat je dus dat je een vermindering ziet in die opnames. Dat is het grote. 37%, hè? 37%, Ja. ja. Ze hebben daarna ook nog een studie gedaan. Want het is één studie die had 37% laten zien. Maar daarna hebben ze ook gekeken van hoe is het nou op langere termijn. Want het was een beetje bij die eerste studie. Gaf ook het bedrijf, hè, wat dit maakte, dat St. Jude. Die gaf ook tips, zeg maar. Hè. Dus die gaf ook feedback aan de klinici. Hè. Dus van, goh, ja, je ziet die drukken nu stijgen. Misschien moet je contact nemen met de patiënt. Dus er was nog een beetje kritiek op in het begin. Van, ja, komt het nou gewoon door iemand die daar gewoon echt goed op zit?
Ja, of is het gewoon puur door, ook door gewoon het monitoren? Mm-hmm. Nou, daarna hebben ze dat gedaan, zeg maar, zonder begeleiding van het bedrijf. En zie je eigenlijk hetzelfde effect. Dan zie je zelfs in ieder geval meer. 48% vermindering van opnames. En hoe lang is die follow-up geweest? Ja, die is 5 jaar volgens mij. Nou, dat durf ik eigenlijk niet. Nou, dat durf ik eigenlijk niet zeggen. Voor mij, ja, 3 jaar, 5 jaar, ik weet het niet. Maar goed, ik kan opzoeken voor je. Maar best wel lang eigenlijk. Ja. Alleen moet je natuurlijk kijken voor de Nederlandse situatie. Dat is denk ik altijd belangrijk. Want Amerika is geen Nederland. Nee. Hoef ik niet te vertellen. Ja, maar goed, en ons zorg is natuurlijk heel anders ingericht. Met alle hardfalen polies die we hebben. Ja. Dus we moeten gewoon kijken ook wat de meerwaarde is. Ten opzichte van de zorg die we nu al hebben. En daarnaast kunnen we natuurlijk ook nog kijken of het kosteffectief is. Dus wat we nu doen, is de komende jaren, is dat we alle minisensors die we implanteren, die stoppen we in de registratie van de patiënten, stoppen we erin. En dan gaan we kijken dus zeg maar in de komende paar jaar van, wat is nou het effect geweest op de opnames, maar ook op de kosten, om daar gewoon een goed oordeel over te kunnen geven. Oké, okay. En heel belangrijk even voor mijn doelgroep. Dit gaat echt over hartfalen, NIA klasse 3, hè? Ja, nee, dat is een goed punt. Dus degene die, zeg maar, de patiënten die in aanmerking kwamen voor deze studie en nog steeds in aanmerking komen voor hier, bijvoorbeeld hier in het UMC, zijn NIA klasse 3. Ja. Dus die bij het minste geringste klachten krijgen, dus vrij ernstig al. En dus ook al aan de diuretica zitten? Eigenlijk wel. En die zijn het afgelopen jaar zijn opgenomen. Hè, want dus op het moment dat je een stuk stabiel bent, ja, dan hoef je dit, het is best wel een prijzig device. En dan, ja, dan ga je gewoon zien dat je stabiel bent. Dus dat heeft niet zoveel zin. Het is vooral zin natuurlijk bij de mensen die, ja, wat we oneerbiedig had noemen, een beetje draaideurpatiënt, die natuurlijk regelmatig moet worden opgenomen. Want dat wil je proberen te voorkomen. Wat mij ook opviel bij de inclusiecriteria, is dat je dan de congenitale hartafwijkingen uitsluit. Ja. Goed punt, maar dus dat is wel waar we over aan het nadenken zijn, met dat bedrijf, om te kijken of we vervolgstudies kunnen doen in ander soort patiënten, met ander soort aandoeningen dan hartfalen. We zijn nu ook aan het nadenken met het Antonius Ziekenhuis voor mensen met pulmonale hypertensie bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel toepassingen mogelijk. Ja. Maar goed, je moet ergens mee beginnen. En ook, ook voor hefbeffers zag ik. Ja. Die kunnen er nou, die kunnen wel ja, erin. Precies. Dus ja. Maar we hebben besloten om in het begin dat nog een beetje uit te kijken. Gewoon puur, echt gewoon puur de patiënten te selecteren die ook in die studie zaten. Omdat je dan, en daarna zeg maar, willen we gewoon ook wel naar andere categorieën gaan kijken. Maar we moeten natuurlijk eerst ervaring opdoen. Dus maar HFpEF is inderdaad ook, ja, ook een indicatie. Ja, dus ben erg benieuwd hoor, wat er uitkomt. Mensen met behouden ejectiefractie. Ja, even heel erg in het kort samenvattend, want we gaan natuurlijk steken meteen van wal. Ja. CardioMEMS, een apparaatje, zeg maar een nieuw device, wat ingezet kan worden in het behandelen van hartfalen in een preventieve setting, zeg maar. Zo noem ik het maar even. Heel klein, nog één keer. Heel klein. Mini. Zo weet ik gewoon even kijken. Beter dan om ze. Je kan bijna niet zien. Ja. Kan bijna niet zien. Heel een klein is het, ja. Microsensortje. Maar je kan ook altijd, cardio-MEMS, als je dat gewoon op YouTube, als je het googelt, en heb je ook een film, een animatie. Ja, en dan zie je dat. Maar dat is toch wel erg informatief. Dan zie je precies waar het zit ook. Dus ja, dat zou ik wel adviseren. Om meer informatie te krijgen. Ja. Nou, vooralsnog alleen bij jou. Volgens nog wel, maar dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik weet dat er andere ziekenhuizen ook mee bezig zijn. Maar ik weet niet of ze al actief zijn gestart. Maar de grote academische ziekenhuizen zullen dit waarschijnlijk allemaal gaan doen. Maar er is op dit moment nog geen structurele financiering, waardoor dit zeg maar, echt uit innovatiefondsen moet komen. Want het is echt gewoon wel revolutionair dat iets gewoon levenslang ook meegaat. Hè? Ik bedoel, het heeft geen batterijen, het is wifi, ik bedoel draadloos. Ja, maar het is natuurlijk ongelooflijk. Nee, dit is echt precision medicine eigenlijk, waar we allemaal naartoe willen. Dat je gewoon continu gewoon op de persoon zelf tailored medicine kan geven. Ja, ik vind het ongelooflijk. En straks is het waanzinnig. En straks krijgen we natuurlijk ook wel gewoon chipjes onder de huid, zijn we natuurlijk mee bezig. En sommige mensen met pacemakers heb je natuurlijk al continu, ben je natuurlijk al een soort monitor bij. Maar dit gaat toch al wel een stapje verder, vind ik eigenlijk. Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel bijzonder. Ja. Nou, ook omdat dit is dan één dingetje dat je dan die longdrukmeting, maar er zijn zoveel, ja, ik heb meteen 10 dingen voor ogen wat je er nog meer uit zou kunnen halen. Ja, nee, je hebt dus nu ook pleisters met armbanden die zeg maar meten, de biomarkers meten, zoals BNP, continu. In een armband, hè? Een soort Fitbit, maar dan echt met biomarkers meten, zeg maar, in je zweet en in je huid. Zo bizar. Maar daar gaan we echt naartoe. Ja, aan de ene kant ook wel een beetje
eng. Ja, de vraag is of je alles wil weten. Ja, het is een. Maar ik denk dat dit wel voor. Ja, het is van de tijd, maar. Maar ik denk dat het vooral wel dat het wel heel veel meerwaarde heeft in patiënten. Dus mensen die al ziek zijn. Ja. Dus die echt al gewoon intensieve zorg nodig hebben, waardoor je ze langer thuis kan houden. En dat we hulp op afstand kunnen bieden, daar geloof ik heilig in. Want als je kijkt, nu komen mensen, moeten toch elke keer terugkomen naar het ziekenhuis. Ze staan hier, nou, je kent het hier, de file. Is natuurlijk vreselijk, is natuurlijk elk groot ziekenhuis staan natuurlijk gewoon files. Vaak moeten natuurlijk hun kinderen vrijnemen. Dat, vaak is nog steeds de dochter, die moet er vrijnemen de hele dag van het werk om met mama mee te gaan. Ja, ja, dat is gewoon, de kwaliteit van het leven is natuurlijk beperkt. Ja. En ik denk dat er zulke zaken, kijk, ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk leven, maar ik vind het gewoon belangrijk dat ze gewoon gemak en kwaliteit van leven. Absoluut. En als je hiermee thuis kan houden en dat we op afstand kunnen meekijken en dat ik ze gewoon kan bellen zonder dat ze in het ziekenhuis hoeven te komen, ik denk dat het ongelooflijk veel meerwaarde heeft. En jij als cardioloog checkt die gegevens van de cardiomems of is dat de hartfalen? Nee, het is een hartfalenverpleegkundige. Ja. Ja, wij kijken natuurlijk gewoon mee. Vooral natuurlijk in het begin kijken wij natuurlijk zelf intensief mee om gewoon te leren en ervaring op te doen. Ja. Maar uiteindelijk moet dit natuurlijk in het arsenaal komen van de hartfalenverpleegkundige. Ja. Dus, nou, dus. Ik denk een heel gaaf cake dingetje. Ja, denk het ook. Hartstikke dus top. Ik ben erg benieuwd. Nou, als er vragen zijn, dan weten jullie mij te vinden. Of anders professor Asselbergs in het UMC. En voor de rest, nou ja, hartstikke bedankt. Geen en als er nieuwe dingetjes zijn of zo, dan hoor ik het graag. Altijd welkom. Oké. Ciao. Dag.